meneer. Zijn jullie net al vriendelijk verzocht om... Ja, we wachten op... Zeker niet op straathoezel. Ja, maar raak ze mij niet aan. Dan gaat er helemaal dingen op. Even gewoon ook luisteren. Zwemmen doe je niet meer voor je plezier in het Zuiderparkbad in Den Haag. Nee, als we medewerkers moeten geloven is het daar gewoon een hel. Vernielingen, intimidaties, zelfs aanrandingen. Mishandelingen, klachten van personeel zijn er geweest. Echt groepsaanrandingen ook geweest. Het is echt ongelooflijk. Marokkaans tuig dat de boel verziekt voor westerse vrouwen, jonge meisjes om daar te gaan zwemmen. En dat is ongelooflijk. Het is kennelijk anno 2017 niet meer veilig. U bent accommodatiemanager. Ja, klopt. Jullie van de directie, althans de directie, die doet niks. Er is al heel vaak aangegeven wat hier gebeurt. En de directie zou niks doen, staat in de brandbrief, geschreven door het personeel hier. Ja, het wordt vanmiddag in de commissievergadering wordt het besproken en er komt ook de reactie van de gemeente. En daar moet ik ook naar verwijzen. Maar het is uw zwembad. Nee, maar het spijt me echt, u moet er echt voor... Maar het is uw zwembad, meneer. U moet er echt voor bij voorlichting zijn. Ja, maar dus de voorlichting komt hier niet. U komt hier altijd. Er worden hier meisjes aangerand. Ik heb dat nog nooit gehoord dat er meisjes worden aangerand in een zwembad. Dat wekelijks. U heeft het telefoonnummer gekregen. Ja, maar dat neemt niemand op. U loopt hier altijd. Waarom kan ik niet even met u erover praten? Er worden hier mensen aangerand. Uw personeel wordt uitgescholden. Uw personeel voelt zich onveilig. En jullie doen niks. U weet hoe het werkt in een gemeente situatie. Ik ben ambtenaar van de gemeente Den Haag en het is niet aan mij. U loopt hier altijd. U zit hier in de directie. Zouden hier vrouwen en meisjes worden aangerand? Ja, maar niet overdag. Ik niet, nou, misschien... Oh, het valt niet iedere dag. Te oud. Dus u voelt zich nog wel veilig? Ja, hoor, anders kom ik niet. Ik heb die geluiden alleen nog maar uit de media gehoord. Nooit van uw personeel? Wij hebben een hele open situatie waarin we met mensen over praten. En ik wil u wel iets vertellen, maar ik herken me er niet in. Jongens, mag ik even een kort vraagje stellen? Hoe gaat het hier? Goed. Geen gekke dingetjes? Geen gekke dingen doen, hè? Meneer. Zijn jullie net al vriendelijk verzocht om ja, wij wachten komen, op... Zeker niet op straathoezel. Ja, maar raak ze mij niet aan. Dan gaat er helemaal dingen op. Even gewoon ook luisteren, even naar de regio. Nou ja, wij wachten op iemand die het woord kan doen, maar we wachten al een uur. Misschien kunt u even vragen hoe lang het nog duurt. Volgens mij heeft u al gehoord dat hij hier niet aanwezig zal zijn vandaag niet meer. Die gaat niet komen. Waarschijnlijk niet. Komt die brandbrief ook van u? Ik ga hier niet op reageren, vriend. Maar wil je even die kant op lopen nou? Vertelt u me even wat over het zwembad. Ga je nou even naar die andere kant toe, vriend? Het is een leuk zwembad. Een prachtig zwembad. Maar loop nou even naar de andere kant. Tot de politie, hè? Ja. Ja, maar moet het nou zo? De politie. Maar moet het nou zo? Kan niet gaan luisteren? Meneer, de politie. Waar blijft ja, dan kan de politie direct, dat tuig meenemen die het hier zo verstiert. Ja, inderdaad, dat zeg je goed. En dan wens ik jullie heel veel sterkte, hè? Ja, dankjewel, man. En los het op, hè. En je gewoon gaat goed, ook, goed aanpakken, die jongens. Ja. Gewoon goed aanpakken. Dat gaan we doen. Niet met je laten sollen. Nee, komt goed.